Vandaag zijn we in Brussel in de Hallepoort. Dat is het gebouw van Opgroeien, het agentschap Opgroeien. En wij hebben het geluk dat we de app die we ontwikkeld hebben, de LifeCity app, dat we de consulenten van het agentschap Opgroeien mogen opleiden in het gebruik van onze app. En de consulenten, dat zijn eigenlijk de mensen die met de kinderen en jongeren, waar dat er problemen mee zijn, die in het traject van die jongeren komen om een traject op te starten in hulpverlening. En wij mogen hen opleiden om met onze app aan de slag te gaan. De nood rond de LifeCity app dateert eigenlijk van 2017. Toen kwamen begeleiders vanuit jeugdhulp bij ons met de vraag van: kun jullie niets ontwikkelen voor ons? Van daaruit is eigenlijk de app LifeCity ontwikkeld. We hebben ook een co-creatie gedaan met kinderen, jongeren in jeugdhulp, maar ook met hun begeleiders. En dan hebben we op die manier de app volledig ontwikkeld in co-creatie. Dat is hun leefwereld, zeker 6 tot 12-jarigen. Dat is speelgoed voor hen. Een tablet mee op gang gaan, dat is voor hen iets. En daarom denk ik dat dat echt wel iets is dat we ermee kunnen mee werken en toegang krijgen tot de leefwereld van de jongeren eigenlijk. Het stukje van de app dat mij het meest overtuigd heeft, is eigenlijk het stuk waar kinderen kunnen tekenen en eigenlijk met kleuren kunnen aangeven hoe dat ze hun voelen, hoe dat hun hartje zit, hoe dat hun hoofd zit. En ik vind dat heel fijn dat kinderen ook met kleuren kunnen aanduiden en dat niet moeten zeggen, want dat is niet voor elk kind makkelijk om daar woorden of zinnen op te kleven. En met kleuren kunnen eigenlijk ook heel veel te weten komen over hoe dat een kindje zich van binnen voelt. Ik vond dat heel fijn. Dat is het stukje dat mij nu het meeste aanspreekt, ja.